De boot komt aan bij de IJsselkade. Daarna gaat hij via de Oosthaven, Hoge Gouwen, Lange en Korte Groenendaal naar de Goudse Markt. Maar kan dat eigenlijk wel? Speciaal ter controle kwam er een Zwarte Piet uit Spanje om de route te checken. Zo gaan we niet, kennen we niet verder. Dus ja, dan gaan we er even een stukje om. Hè. Gaan we over de brug heen. Dit is toch ook niet de goede oplossing, daar kunnen we niet in. Maar anders kunnen we de route niet eens afmaken. Gelukkig houden koetsier Laura en het paardje Iris het hoofd koel. Maar Iris is dan ook een zeer ervaren hulp van Sinterklaas. Elk jaar krijgt het paardje een brief van de Goedheiligman. Ze wordt altijd gevraagd om de Piet een handje te helpen met de cadeautjes om die te vervoeren. Want het zijn er aardig wat, dus ze hebben aardig wat vervoersmiddelen nodig. En Iris is daar eentje van. En al staat de hele stad straks vol met gillende kinderen, paardje Iris kan daar wel tegen. Zij reageert eigenlijk altijd vrijwel goed op. Ze schrikt eigenlijk nergens van. Ook van de fanfares die langskomen niet. En ja, het is echt een superpony wat dat betreft. Na wat obstakels komen Piet, Laura en paardje Iris aan op de Goudse Markt.